Kees, hoe is het met je gezondheid? Ik dacht goed. Ik heb nergens last van. Hoe oud ben je nu? 77. Wat ik zeg, je bent echt bezig om dingen te bedenken. Gewoon te verzinnen ook. Dat doe ik met mijn schilderen eigenlijk nooit. Ik verzin niks. Maar met mijn maquettes kan ik me veel meer vrij laten om dingen gewoon te bedenken. Ik heb eigenlijk geen limiet. Ik kan doen wat ik wil bijna maar mee. Ik kan gebouwen maken. Ik kan van allerlei beelden maken, gekke beeldjes, maffe dingen allemaal. En dat is leuk werk. En ook inspirerend en ook veel, wat zal ik zeggen, heel innovatief moet je dan zijn. En Kees, heb je tijd tekort? Nee, zo wil ik het niet zeggen. Ik voel dat niet zo dat ik zeg, nou, ik heb tijd tekort. Ik werk gewoon door, op een dag wel, aan iets, want ik ben altijd met iets bezig, ik ben met verschillende schilderijen bezig. Ik ben bijvoorbeeld een lijst aan het bouwen. Ik heb net die maquette van de dingen klaar, die van dat graf monument. En dan heb ik nog een boek aan het schrijven. Dus ik ben altijd wel bezig. Ik begin 's morgens vroeg, hè. Ik sta vroeg op, tussen 5 en 6. En dan? En dan begin ik meestal aan het schrijfwerk. Dan heb ik in één keer ideeën opgedaan. Ik ga 's morgens als ik wakker word, blijf ik nog even een half uurtje liggen, daarna denken over wat ik gedaan heb gisteren. En dan denk ik, nou, dat moet ik zo en zo en zo doen. Moet ik op doorgaan. En die zin is niet goed, die moet ik opnieuw doen. En dat stukje van de schilderij is ook niet goed, die moet ik ook opnieuw doen. Enzovoort. Ik ben niet ongelukkig, nee. Dat ben ik niet. En dan ben je misschien al gelukkig. Nou, het gaat mij om dat ik niet dat ik rijk word. Hugo, het gaat erom dat ik mijn kost kan verdienen. Dat ik geen schulden hoef te maken. Dat ik gewoon kan leven op een normaal niveau. Wat je nu kan. Ik doe het in ieder geval met plezier nog steeds. En ik doe het ook met passie dus. En ik moet er natuurlijk mijn kost mee verdienen. Dat is nog iets anders ook. Hè. Daar komt het altijd erbij. Want ik wil niet, iets anders gaan doen om mijn boterham te verdienen. Ik kan niks anders. Je hebt je AOW. Ja, maar wat moet ik daarmee doen? Die wordt meteen wegbelast. Ja. Mijn boekhouder zei onlangs dat als ik die niet had, dan hield ik meer over. Ja. Maar je mag hem niet weigeren, heb ik gehoord. Ja. Vind ik ook niet allemaal niet zo erg. Ik zit er niet mee, joh. Nee. Het gaat mij niet om die verdienst. Nou, ik kies niet voor het ongeluk. En ik denk dat ik me niet prettig zou voelen als ik, zoals een collega van mij, die ik nog niet zo lang geleden, een paar jaar geleden sprak in Antwerpen, Die ook bij mij op school zat en die nou voor een galerie werkt in Londen en die dan bloemstukjes maakt waarbij je alles krijgt voorgeschreven. De achtergrondkleur, de bloemsoort, de bloemetjes, de maat, alles. En dan moet hij wel, want hij heeft een gezin en dan moet hij onderhouden. En dan vind ik het een pechvogel.